op uw plaatsen. De 400 meter wisselslag gewonnen. 4 seconden daarvoor. 4 seconden daarna moet ik zeggen Amersfoort. En de 0,5 verschil tussen deze twee ploegen is 6/15 van een seconde in voorspeel van Amersfoort. En dan krijgen we 6 seconden later de heen swimming. Dat is de stand van zaken naar de eerste afstand. En dan zien we hier in baan nummer 2 Albion weer de vinger de voorsprong opbouwen op de eerste 100 meter. Dat zijn we straks ook en zijn kottering. Hij is net 51,77. Ja. Wat? Dat zal wel niet de tijd zijn die hij gewonnen heeft gestopt op het scorebord. Dat zal ook te maken hebben met de zwemmer die daar tegen de plaat gezeten heeft. Het is Albion wel in ieder geval aan de leiding. En dan wordt die voorsprong wat kleiner. We zien daar een tweede positie. Amersfoort in baan nummer 6 en dan PSV in baan nummer 4. En die komen heel wat dicht bij Albion wel. De dolfijn, die vinden we in baan nummer 1. Die moet nu wat prijs geven op de plek. Ik ben bezig nog. Nee. De heenswimming in baan nummer 3. Zijn nu in vierde positie. De strijd hier tussen Amersfoort en PSV. Gaat Amersfoort wat seconden afstoelen van de voorsprong van PSV? Dat is de vraag. Hier naar de wissel gaan na 200 meter. We zien dat de heren dicht bij elkaar liggen. De Runenbeheerder van PSV en Koetlems van Amersfoort. Het is de middelde die net een voorsprong neemt op Lems in baan nummer 6. Thank you.